leuke van deze actie is dat wij weten dat ze het beste reisbureau van Noord-Holland zijn. Maar zij nog niet. Dus we gaan ze eens eventjes goed verrassen deze ochtend. We zijn er. Ik zie al hele blije gezichten. Hatsenplaats. En eens kijken hoe ze gaan reageren hier in Castricum. Een hele goede morgen. In het beste reisbureau van Noord-Holland 2012. Nu mag ik de taart alvast overhandigen. Nou, ik was aan de telefoon en in een heel erg luid getoeter. Ik dacht, wat gaat er gebeuren? Vlak voor de winkel kwam de auto voorrijden. Ik zag Schiphol Groep. Ik ging helemaal... Ik denk geweldig. We zijn de beste van Noord-Holland. Echt super gaaf. Ik was heel blij. Waarom is dit reisbureau als beste van Noord-Holland gekozen? Nou, je moet je voorstellen dat er heel wat reisbureaus aan de start zijn verschenen een aantal maanden geleden. En zij zijn behoorlijk aan de tand gevoeld middels 5 diverse rondes. Vragenlijsten, cases die ze hebben moeten voorbereiden, jurypresentaties. Maar ook mysteryonderzoeken. Dus een mystery call, een mystery mail. Ze hebben bezoek gehad. En op al die fronten heeft dit reisbureau aangetoond dat ze gewoon het beste waren. Dus de terechte winnaar van Noord-Holland. Ja, echt enorm blij. Ik vind echt een heel goed resultaat wat we gehaald hebben. Ik ben heel trots op de meiden. We hebben het allemaal heel hard voor gewerkt. En ja, dit is echt een toetje op de taart. Helemaal geweldig. We zijn super blij. Ja. En wordt u nu ook het beste reisbureau van heel Nederland? Daar gaan we nu voor in de race. We zijn nu provinciaal winnaar en straks kunnen we het opnemen tegen de andere 11 provinciale winnaars. Dus dat moeten we afwachten, maar we gaan er natuurlijk wel voor, absoluut. Yeah!